Tijdens het uurtje Zitgym in wijkcentrum De Rijersdam reikte wethouder Bas Wonink het eerste exemplaar van het Plussers magazine uit. Dit magazine staat vol met sportieve, culturele en gezellige activiteiten voor plussers. Het is een heel mooi glossie, gemaakt door Sportservice Kampen samen met Het Beste van Kampen. Er zijn allemaal hele leuke activiteiten in. Ik dank u voor dat mooie boekje. We zullen het lekker doornemen met z'n allen. Ja. En wij zijn heel blij dat de gemeente met ons meedenkt. Ja. En vooral financieel, want dit moet toch bekostigd worden. Oh. Daar ben ik heel blij mee dat u dat als sportadviseur, laat ik het zo zeggen, daarin meedenkt als ambtenaar ook. Ja, wij zijn hier heel blij mee en hopen dat we nog meer mogen doen. Nou, als gemeente hebben wij een leefstijlakkoord, hè, waar we samen met sportaanbieders, met culturele aanbieders, nadenken over van, hoe kun je nou een gezonde leefstijl creëren en dat ook stimuleren, faciliteren. En daar is ook dit magazine uit voortgekomen met allerlei activiteiten voor plussers die ze kunnen doen. Het is zo opgezet dat er eigenlijk voor elk wat wils is. Dan gaan we rustig beginnen met de warming-up. Heren aan de rechterkant. Jullie mogen de armen strekken. Rustig knijpen in de handen. Nou, ik heb net meegedaan met zitgymnastiek. Hartstikke leuk. Zelf doe ik, als het lukt, hardlopen en squash en mountainbiken. Ik moet zeggen, er is de laatste tijd niet veel van gekomen. Rustig de kin iets intrekken. Hetzelfde met de nek. 5 keer naar rechts, 5 keer naar links. Voor de mensen die net al horen kraken, dat doen we nu even. Wat ik belangrijk vind, het is een heel mooi magazine en er staat eigenlijk voor elk wat wils in. Hè? En bewegen of andere activiteiten, dat hoort echt bij jezelf. Er staan ook activiteiten in die veel minder met sport te maken hebben, maar veel meer met cultuur. Bijvoorbeeld muziek maken, muziek als medicijn, wat bij Quintus gedaan kan worden. En ik denk dat deze glossie heel veel verschillende activiteiten laat zien, zodat er voor elk wat wils is. Maar het gaat ook vooral om een sociale aspect. Ja, ja. Net sprak ik een man die zei van als je eenmaal een keer mee hebt gedaan, dan ben je verkocht. Want het is altijd leuk en gezellig. En ze bellen je op als je niet komt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wat vindt u nou zo leuk aan deze, om hier te zijn? Nou, wat ik hier vind, dat is de gezelligheid onder de mensen. Het sport is er natuurlijk bij, maar ik ben een mens onder de mensen. En ik kan niet thuis zitten achter de geraniums. Nou heb ik ze ook niet gekocht dit jaar, want ze waren te duur. Ja. Weer eens economische tijden. Ja. Dus ja, nu ga ik hier dus lekker in en dat probeer ik ook vol te houden. Okay. Dus, vandaar. En wat zou u dan willen zeggen aan al de mensen die wel achter de geraniums zitten? Nou, of andere planten. Doe mee. Het is ontzettend gezellig. Eén keer de stap over de drempel en u gaat er direct niet weer uit. Okay. Of er moet wat heel speciaal zijn, maar dat heb ik ook. Als ik heel wat speciaals heb, probeer ik het nog af te zeggen om hier te komen. Ja, dat vind ik belangrijk. Als je eenmaal mee hebt gedaan, ben je verkocht. Ja, okay. En ze bellen je ook iedere keer hoor, dat je niet komt. Ja, zeker. Ja, dan bleef je. Ja. Oké, hartstikke mooi. Maar we zijn hier heel blij mee. 10. Dat had u niet verwacht, hè, toen u hier ging vanmorgen. Ik heb nog altijd een boek met me. Ja, ze zien een keer gewend in, hè? Dit gaat mee, hoor. Komt u nog een keer. Rechterarm omhoog, linker naar beneden. Komt, 10 keer. Hey. Volgende week valt het Plussers magazine samen met weekblad De Brug op de mat.